En nog even een paar andere nieuwsfeiten. Henry Kissinger bij Xi Jinping. Hoe vond je dat? Dat was een schitterende scène. Vooral omdat Kissinger steeds kleiner en kleiner wordt. En zo. Alsof iemand hem in elkaar geperst heeft. Maar goed, daar zat hij toch. 100 jaar oud. En het was duidelijk dat Xi Jinping, die hier was, goed te spreken over Kissinger. Wat natuurlijk vanuit Chinese oogpunt heel begrijpelijk is. Hij heeft in de tijd dat contact gelegd met de Chinezen. Vanuit het strategisch perspectief dat het voor Amerika van belang was om goede relaties met China te hebben, om daarmee de Sovjet-Unie onder druk te zetten. En dan zitten we nog volop in de Koude Oorlog natuurlijk, maar de Verenigde Staten horen ook tot de hoofdinvesteerders van de fantastische groei van China. Maar goed, zij zien Kissinger als de grondlegger van de relaties met de Verenigde Staten. Er zit ook wel een elementje in van sowieso het krantenbericht eindigde, geloof ik, dat de relaties waren nog steeds naadje en oppes. Maar het is duidelijk dat er een zeker ook vanuit Peking een lichte correctie is. Laten we het niet overdrijven. Het is toch zaak, vooral omdat het heel slecht gaat met de Chinese economie op dit moment, is het misschien toch een zaak van iets meer economische prioriteiten en iets minder slap gelul over wederzijdse vijandschap, want in feite toch niet veel meer is dan symboliek. Ze gaan ook Taiwan natuurlijk helemaal niet aanvallen. Zullen we zien dat ze het morgenochtend doen, maar goed, dat moeten we ons beneerleggen. Als ze het doen, is het een daad van ingrijpende, verbazingwekkende stomzinnigheid. Maar wat vond je ervan dat de Amerikanen Kissinger gestuurd hebben? Of zouden de Chinezen erom gevraagd hebben? Dat denk ik. Ik denk dat hij uitgenodigd is. Want hij heeft zo'n firma, daar kun je strategisch advies kopen. Hè? Maar is hij toch niet meer actief? Hij is hartstikke actief. Oh ja? Ja, zeker. Zo actief als de pest. Ja. Met een kruisje kaar stem ook. En nog steeds met dat Duitse accent erin. Het is een verbazingwekkend fenomeen natuurlijk. Het is ook een ontzettende boef, Henry Kissinger. Moet je maar eens een goede biografie van hem lezen. Dat je denkt, grote god. Waarom is het een boef? Nou ja, omdat hij gewoon van narcisten en egocentrische types gesproken. Daar heb je er een gebetenloze carrièremaker, echt. Ongelooflijk. Maar wat dan? Wat heeft hij dan gedaan? Ja, dat achter de rug van zijn diensten aangeboden. Eerst was hij bij Rockefeller en dan biedt hij zijn diensten aan, nou ja, in feite waar hij meer kansen ziet om zijn invloed uit te kunnen oefenen. Dat hij achter de rug van Amerikaanse onderhandelingen over Vietnam bereid was om allerlei mededelingen te doen die hij niet had. Nou ja, kortom, het deugde niet. Maar je vond het wel leuk om hem maar daar te zien zitten, ondanks dat hij niks hartstikke heeft kunnen bereiken. Leuk, dat begrijp je voor een meneer die zelf 79 is, zoals ik. Denk je bij jezelf, zo, dat is een hele goede kans dat ik over 21 jaar nog uitgenodigd word om mijn mening te geven over Nederlands-Chinese relaties. Ja.